mensen van het Twee Leven. Ik ben Sieben. Ik ben vandaag met Noah. Ja. Maar we gaan vandaag een video doen die jullie allemaal leuk vinden. Namelijk geld verdienen. En wie wil er geen geld verdienen? Iedereen wil geld. Iedereen wil geld. Maar het gaat als volgt. We hebben 2 uur de tijd om zoveel mogelijk geld te verdienen. Het mag op elke manier dan ook. Wat jij maar wil. Ik heb wel wat ideetjes. Ik niet. Ik heb me voorbereid. Ik ben echt bang dat ik gewoon geen geld ga verdienen. Maar ik wil wel gewoon winnen. Dus. Ik ook winnen. Degene die na 2 uur het meeste geld heeft verdiend, heeft gewonnen. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Goed, we gaan beginnen. Het is nu precies 6 uur, dat betekent dat we gaan beginnen. Noah is een andere kant op gaan, ik ga deze kant op. En ik ga proberen zoveel mogelijk geld te verdienen in 2 uur. Let's go. Nou, ik heb echt gewoon geen idee wat ik wil gaan doen om geld te gaan verdienen. Oké, ik heb bepaalde tactieken. Ik ga gewoon vragen of ik bij restaurants kan afwassen. Of ik even wel kan helpen voor een kleine bijdrage. Als laatste heb ik stagegeld. Ik ga gaan proberen flessen te krijgen van restaurants. En of ik dan dat kan inleveren. Ga het gewoon zien, ga het gewoon proberen als het niet lukt. Dan, ja, dat weet ik niet. Nou jongens, de allereerste en het is gelijk mislukt. Maar we gaan gewoon de tweede, wie weet. Ik ben bezig met een opdracht van YouTube kanaal. Ik ben tegen van rijden. Net als ik wil gaan praten, die kernklok. Klaar? Ja. Ik ben dus al bij super veel dingen geweest. Taco Bell. Ik ben bij Happy Italy geweest, maar nergens hebben ze behoefte aan mij. Niemand wil ze gaan helpen. Zo krijg ik gewoon helemaal geen geld. En ik heb echt geen zin om te verliezen. Serieus. Ik ga gewoon verder, maar ik kan niet vinden. Ik kan gewoon geen niks vinden. Ik ga even lekker wegen, jongens. Kijk, we hebben hier allemaal pluisjes. Die zijn naar binnen gewaaid omdat ze de deur open hebben gehad. Kijk, even opvegen en dan krijg ik een kleine bijdrage. Gaat het nou wel goed? Dankjewel. 5 euro jongens, let's go. 5 euro verdiend. Even een beetje wat soft wil vegen. Dus ik vind het op zich wel prima. We gaan naar het volgende restaurant en gaan kijken of we daar wat klusjes kunnen doen. Ah, we hebben toch wel 5 euro verdiend hoor. Ik vind het toch wel prima. Dat is sowieso meer dan nodig. Oké, ik mag helpen met deze wijndozen. Ik moet deze allemaal naar beneden brengen. Ja, gaan doen. Hoppakee, kijk eens aan jongens. 5, 1, 50, maakt 6,50. Even in een, hoe was het, kwartiertje? Minder zelfs. Top, we waren super aardige mensen, dus dankjewel. Dat betekent dat ik nu momenteel op 11,50 sta. Ik ben benieuwd, maar ik weet niet hoe het Noah doet. Maar wij gaan winnen. Ja, oké, jongens, ik heb nou al best wel wat verdiend. Ik denk dat ik dan even een andere tactiek moet doen. Ik denk dat we gewoon nou een stagegeld moeten ophalen. Daar verdien ik best wel veel mee. Alleen het nadeel van stagegeld is wel dat ze het vaak niet willen geven. Maar we gaan het gewoon proberen. Dan ga ik ook weer naar een ander restaurant. Hier, deze. Dat vind ik echt dik, man. Nope, niet gelukt. We gaan naar de volgende. Oké, jongens, ik ga Noah even bellen. Kijken hoe het met ze gaat. Ik ben even overtuigd dat wij sowieso wat beter hebben gedaan. Maar we weten het niet, we gaan het gewoon vragen. Zo, Noah. Ja. Hoe gaat het met jou? Heel slecht. Ik heb nog helemaal niks. Ik kan echt niks vinden. Heb je nog helemaal niks? Nee, 0 eurotjes. Maar we zijn dan op de helft, hè? Ja, ik weet het. Oké, ja, met mij gaat het echt goed, man. Ja, hoeveel heb jij dan? Ja, bijna 100. Ja, doei. Nou, dan zie ik je zo, daar. Doei. Oké. Ja, de vraag is eigenlijk of ik of jullie wat flessen hebben of zo wat ik kan inleveren bij de supermarkt. Wat geld. Nee, helaas. Dit staat leeg. Alright.
gaan het God op beeld houden. Zingt wel. Nee, ik denk het niet. Ik weet niet hoe het met Noah gaat, maar nou, als ik het belletje moet geloven, hebben ze helemaal niks. En wij wel, namelijk wel €11,50. Ja! Okay. Zal ik gewoon hier nog even naar binnen lopen? Hallo? Nee, we gaan weg, kom. Nou, ik heb dus net gewerkt. Ik weet niet eens hoe de naam uitspreekt, maar ik heb precies €2,50 verdiend. Ik moet helaas niet filmen binnen, net als bij alle andere tentjes in deze straat. In ieder geval €2,50, ik denk dat ik toch sowieso verloren heb. €2,50 jongens, ik ben rijk. Ik ben rijk geworden jongen. Ik heb het vandaag zelf niet aan verdiend. Hoe mooi. De tijd is binnen 1 minuut voorbij. Zoals jullie hebben kunnen zien, de laatste uur heb ik een beetje geneukt. Ik heb helemaal geen geld meer opgehaald. Ik dacht te slim om langs huizen te gaan voor stagegeld. Maar ja, niemand deed open of ze wouden er niet aan meewerken. Dat snap ik, want ja, ik zou ook geen flessen geven wanneer je dat geld van kan krijgen. Dus ik ga naar Noah toe, ik ben benieuwd hoeveel geld hij heeft. Maar graag gaan zien, let's go. Zo, Noah. Zo. Ik ben wel benieuwd hoeveel jij hebt verdiend. Ik ook. Kijk eens aan, dat dacht ik al. 2,50. Loop deze ouwe, kijk dan. 2,35 en 1,50 maakt 11,50. Dat betekent dat ik gewonnen heb. Nee, maar jongens, dit is wel een conclusie voor de kijkers thuis. Het is niet heel makkelijk om geld te verdienen openbaar op straat. Nee. Ik bedoel, dit is op zich wel chill, maar ja, je moet maar geluk hebben of een restaurant je een klusje kan geven. Ja, bij mij zijn ze iedere keer van ja, dat ze al mensen moeten betalen die er al werken. Ja, ik ook niet erbij. Ja, ik zou zeggen, probeer het thuis ook. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het was maar een korte, maar krachtige video. Ja. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Later.